Goedenavond, we staan hier bij Sophie Goossens op de persvoorstelling van Miss Wellness Beauty 2019. Sophie, stel jezelf even kort voor. Wel, ik ben Sophie Goossens, ik ben 23 jaar oud. Ik ben zelfstandig als kapster in bijberoep. Ook doe ik nog wimperstylisten, make-up doe ik ook nog. En ik werk nog in een kapsalon, maar ik zou heel graag mijn eigen zaak willen opendoen eigenlijk. Oké, super. En wat doe je momenteel het liefste? Gewoon vooral bezig zijn met de mensen. Ook haar en schoonheid, dat is vooral nu het ding waarmee ik eigenlijk het meeste bezig ben. En waarin wil je je verder specialiseren? Goh, vooral als ik nu zelfstandig zou worden, zou het vooral met haar zijn. Maar ik heb ook veel werk in de wimpers en in make-up artists in feite. Dus het zal op alle gebieden wel een beetje zijn dat gebaseerd worden. En wat hoop je te bereiken met jouw deelname? Goh, vooral, het is heel leerrijk vooral. En ook, het is wel fijn dat ik daaraan mag gaan meedoen in feite. En het is voor mij een unieke ervaring. En ik hoop dat het voor mij veel verder gaat komen dan nu in feite. Dus verder gaat staan als nu. Oké, super. We wensen jou alvast heel veel succes. Dank je wel.